voor we op economische diplomatie ingaan, want dat is zo'n mantra geworden. Ja. Er zijn natuurlijk de schakering van Nederlandse belangen in het buitenland zijn veel groter dan dat. Dus net al grondstoffen genoemd. Denk ook aan de consulaire functie, steeds belangrijker. Nederlanders maken steeds verdere en ook avontuurlijkere vakanties, maar willen wel graag hoog van die bergen in de Himalaya gehaald worden als ze daar met een gebroken been in de sneeuw liggen, weet je. Ja. En dan moet je maar eens gaan kijken wat dat kost om zo iemand eraf te krijgen. Kijken. Ja. Dus, ik begrijp het. Ik blijf even bij de economische belangenbehartiging, meneer Van Bommel. Goed idee om dat te versterken? Ja, dat is een belangrijke taak van Buitenlandse Zaken. Het zal u misschien verbazen, maar vanuit mijn achtergrond als socialist ben ik ervoor dat Nederland in de internationale relaties natuurlijk de handelsbelangen, de commerciële belangen van Nederland zwaar laat meewegen. Maar dat gaat dan over Irak, Noord-Irak. Maar je kunt nog ook verder naar het oosten. Absoluut. En de vraag is, de handel die daar aantrekt en de economische bedrijvigheid die daar aantrekt, is dat geen reden om ook meer posten te gaan openen in het oosten van de wereld, in het Aziatische gedeelte? Daar, maar denk ook aan Afrika, opkomende economieën. Denk aan Latijns-Amerika. Dat zijn nou juist twee gebieden waar Nederland in de afgelopen periode ambassades heeft gesloten. Ja. Terwijl, lees Jos van Gennep, ik ben echt niet een fan van de man, hij is van het CDA, maar hij heeft wel gelijk. Is de SP dan voornemens om in ieder geval op het postennetwerk niet te bezuinigen? Want wat u nu doet is een wensenlijst neerleggen en dat kost per definitie geld. Klopt. Per saldo zullen wij er niet op bezuinigen. Tegelijkertijd zijn er wel posten aanwijsbaar. Ik heb daar zelf in de Kamer ook wel eens een groot punt van gemaakt, overigens samen met de VVD, dat bijvoorbeeld de huisvesting, dienstwoningen, Algemene Rekenkamer heeft daar onderzoek naar gedaan, dienstwoningen die Nederland heeft in het buitenland, ruim de helft daarvan zit boven de normen die daar eigenlijk voor gelden. Ja. Dus daar kan best een tandje minder, dus er kan wel bezuinigd worden. Ja. Maar per saldo zeggen wij, het is tegen het Nederlands belang om bijvoorbeeld in belangrijk opkomende landen nu ambassades te hebben. Want de verschuiving die onder Roosendaal plaatsgehad heeft van de missie die er was naar hoofdzakelijk economische diplomatie is wel ten koste gegaan voor de aandacht van mensenrechten. Mm-hmm. En dat betreurt mijn partij zeer. Wat de mensenrechten betreft is de Partij van de Arbeid geheel eens met de SP. Wij zijn het eens dat die receptorbenadering, noemt minister Roosendaal dat. Dat is dus dat je moet kijken hoe je boodschap valt. Hè, hoe die achteroverleunen. Hoe die valt. Nou ja, die leidt ertoe dat we dus landen als China, waar alle voorgaande ministers van Buitenlandse Zaken, inclusief Maxime Verhagen, moet ik zeggen, toch altijd naast de economische belangenbehartiging ook bij China hebben overgebracht. Dat hebben de afgelopen twee jaar niet gedaan. Dat we kritiek hebben. Ze hebben de meeste executies, meer dan alle andere landen bij elkaar opgeteld. Problemen kennen we, maar dat hebben wij als Nederland de afgelopen twee jaar niet gedaan. Nee. Nou, of misschien is het stiekem, of we zeggen silent diplomacy, maar dat is dus niet merkbaar. De Chinezen zijn juist gevoelig voor als het aan het publiek gedaan. Ja. Ik begrijp. Ik krijg het gevoel dat als ik mij druk zou maken over dit aspect van het buitenlands beleid en uw partijen gaan regeren, dat ik goed zit. Dat is een juiste samenvatting. Voor economische, dat er aandacht is voor mensenrechten, dat u posten gaat openen, alleen dat ik kleiner ga wonen. Ja, meneer Knops, ik begin maar even bij u, want uw partij zat in het kabinet. Daar wordt kritiek op gegeven over de manier waarop er om is gegaan met onder andere mensenrechten meenemen als je je economische belang gaat behartigen in een ander land. Hoe luistert u daarnaar en wat is uw visie wat betreft dat postennetwerk in de toekomst? Ja, kijk, ik hoor heel veel beschouwingen zojuist. Ik hoor weinig keuzes. Het is heel simpel, als je ervan uitgaat dat er niet meer geld komt voor dat postennetwerk, dan ga ik gewoon vanuit. Dan zul je keuzes moeten maken. Ja, en welke keuze maak je? Nou, die keuze is heel simpel. Je moet telkens opnieuw bekijken van waar liggen onze belangen als Nederland. En dat is niet alleen economisch, dat gaat ook politiek, dat gaat breder. Daar moet je ook flexibel in zijn. Dus dat betekent dat als je ooit ergens een ambassade hebt geopend, dat die niet tot een lengte van jaren altijd open zou moeten blijven. En ik ben er in tegenstelling tot de PvdA heel erg voor om spoed te zetten achter die samenwerking op Europees vlak. Want net zoals de heer Van Bommel kom ik ook wel eens in het buitenland. En af en toe struikel je over de diplomaten van Europese landen. Dus daar kan echt wel op politiek vlak kan daar meer samengewerkt worden. Excuses hoor, u bent meer dan welkom vandaag hoor. Het ligt niet aan het werk wat die mensen doen. Die doen allemaal hun best. Ja. Maar in de politiek zit je ook om keuzes te maken en besluiten te nemen. En dan zeg ik van nou, daar kun je best dingen slimmer doen om uiteindelijk die Nederlandse belangen goed te vertegenwoordigen. Ik denk dat de pro-Europese keus van de Partij van de Arbeid toch echt wat prominenter is dan die van het CDA. En dat het überhaupt niet aan Nederland ligt in dit geval. Als we zeggen, hoe versterk je nou zo snel mogelijk de EDO en kunnen we die nationale diensten daarin laten opgaan? Dat hangt natuurlijk vooral bij de P5, Engeland, Frankrijk en Duitsland. U had het net over 25 jaar, dat vond ik niet. Korte grote machtmachten. Korte reactie, u zegt dat zou een stuk sneller kunnen. Nee, maar ik hoorde net mevrouw zeggen, 25 jaar, dan moet dat een keer geregeld zijn. Kijk, dat vind ik geen politieke ambities. Nee, okay. Ik ben niet de politiek ingegaan om over 25 jaar iets te realiseren. Ik begrijp. Uw partij is van mening dat we uit de Europese Unie moeten stappen. Dat heb ik toch juist? Dat is juist. Ja, dat betekent dat wij als Nederland moeten investeren in een breed en groot postennetwerk. Want anders
Met de Europese landen kunnen we niet samenwerken zoals uw collega's dat in de toekomst voor zich zien. Klopt dat? Ja, als we uit de Europese Unie stappen, dan zullen we dus handelsverdragen moeten sluiten met individuele Europese landen. Ja. En dat betekent natuurlijk dat we die posten in die landen vooralsnog nog nodig hebben. Misschien op langere termijn, als dat allemaal goed loopt, wat minder. Maar ik kan me ook voorstellen dat je begin niet. Een deel van de afdracht die we nu aan Brussel brengen, dat we die kunnen investeren in posten. Nou, ik ga nu niet met centjes schuiven zonder overleg met mijn fractie, maar ja, begrijp ik. Het komt er wel op neer dat we die posten vooralsnog nodig hebben. Ja. Maar daarnaast is het natuurlijk zo dat wij zeggen, die ontwikkelingshulp, dat hoeft voor ons niet. Hè. Wij willen trade en geen aid. Mm-hmm. En dat betekent dus dat posten die zich vooral op ontwikkelingshulp richten, dat kan wel een tandje minder. En zo kan ik ook heel goed begrijpen dat onze post in Guatemala is gesloten ten faveur van het openen van een post in Panama. Want daar is economisch op dit moment meer te halen voor ons. Ik denk dat die opstelling, sorry, want we hebben het steeds over de bezuinigingen op het postennetwerk, mm-hmm. het geld dat het kost. Maar ik denk dat je eigen politieke opstelling en je eigen internationale drijfveren, die moeten leidend zijn. En als die wat opener is, wat constructiever dan we de afgelopen jaren hebben gezien, dan kom je ook al een heel eind. Okay. En dan ga je pas over het geld praten wat mij betreft. Dank u wel. Heer Van Bommel, mevrouw Bonus, gaat u lekker zitten. Ja, dank u wel. Met applaus.